Dames en heren, ik ga nu praten met een koeienfluisteraar. Joep Driessen, van harte welkom. Dankjewel. We hebben gepraat, jij bent koeienfluisteraar, maar jouw bedrijf heet Cow Signals. En dat is meer kijken naar koeien en dergelijke. Daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Maar eerst mag jij jezelf voorstellen aan de Wiechense kijker. Dan weten ze wie Joep Driessen is. Ja, Joep Driessen uit Bergharen. Ik ben 48 jaar oud inmiddels en ik heb drie kinderen, een vrouw en drie kinderen. En Teuntje, Puk en Pep. Ik woon heel leuk in Bergharen, in het buitengebied, waar we ons koesignale trainingscentrum hebben. En ik ben dierenarts van opleiding. Daarnaast heb ik een aantal cursussen gevolgd over opleidingen marketing, communicatie. En dat heb ik allemaal samengepakt in mijn nieuwe bedrijf, zeg maar. Ik ben geboren op een koeienbedrijf in Luxemburg en uiteindelijk is mijn vader schapenboer geworden en zoon van een schapenboer. Uiteindelijk in Utrecht gestudeerd en 2 jaar in de praktijk gewerkt als dierenarts. En toen ben ik uiteindelijk gaan denken van hey, het kan beter met die koeien, dus we gaan eens wat anders doen. Ja. Wat kan er dan beter? Ja, eigenlijk alles. Oké, dat is veel. Als je naar koeien kijkt, dan in eerste instantie kijk je wel, maar zie je niks. En uiteindelijk de kunst is om te gaan kijken en alles te zien. Dus wij geven cursussen en trainingen over de hele wereld om mensen beter te leren waarnemen, luisteren, voelen en even over na te laten denken. En als je dat goed doet, dan ineens zie je allerlei dingen aan koeien die je normaal nooit gezien had en die allerlei aanwijzingen geven. Dus eigenlijk net, maar mensen zijn precies hetzelfde. Maar koesignalen en menssignalen zijn allebei mijn specialiteiten geworden. Ik heb geen psychologie gestudeerd, maar dat heeft wel een groot interesse gehad in het succesvol overtuigen van mensen. En dat doen we dus nu heel actief. Ja, ja, want onder andere hebben we, als je naar dit plaatje kijkt, dat een koe een straal om zich heen heeft waar die eigenlijk geen mensen wil dulden. Ja. En daar moet je dus als koeienboer, koeienhouder rekening mee houden. Ja. Ja, dat zijn, wat gaat er mis, vroeg je net. Hè? Dat is een van de dingen die misgaat, dat koeien te veel opgejaagd worden. En daardoor minder tijd hebben om rustig te liggen hekhouden. Nou, dat is een van de dingen. Een andere dingen die misgaan is dat een koe geen fatsoenlijk bed heeft om in te liggen. En ik stel me laatst af te vragen, alle mensen in de wereld, die worden ouder. Die worden steeds ouder. Terwijl nu blijkt dat koeien alleen maar jonger worden. Die gaan eerder dood. Ja? Terwijl de gezondheidszorg eigenlijk toeneemt, zou je zeggen, ook voor het dier. Toch gaat er toch iets mis. En wat is dat dan wat misgaat? Nou ja, een enorme bedrijfsblindheid in de sector. We zien dat 1% van de boeren het verschrikkelijk goed doet. Echt heel erg goed. Dat is onwaarschijnlijk knap. 1%. Ja. Die doet ook echt heel erg goed. Dan hebben we een kwart die het redelijk goed doet. En de helft, de middengroep die het eigenlijk niet goed genoeg doet. In mijn ogen. Het kan gewoon echt beter. Ja. En ja, neem je daar genoegen mee. De onderste kwart is gewoon echt niet slecht. En wij richten ons echt op die grote middengroep. En op die topgroep van jongens, wat kan er nou nog beter? En wij ontwerpen nu stallen voor veel beter koecomfort. En we adviseren mensen, we trainen dierenartsen, we trainen veevoervoorlichters en we trainen ook heel veel boeren in het kijken naar koeien en uiteindelijk het vertalen naar beter management. Dus wat moet je dan doen? En het is eigenlijk heel simpel, want ik heb een heel simpel conceptje. Is onze koesignale diamant, ik weet niet of je op in kunt zoomen, maar dat is echt voer, water, licht, lucht, rust en ruimte. En dat zijn dus de 6 vrijheden van het weiland. Als je die ook onder het dak aanbiedt, dus in de stal, dan krijg je alleen maar gezonde koeien. En dan zijn die koeien gewoon blij en happy. En als je dat niet doet, dan krijg je deze koeien. En deze koeien, die zijn dus na 1 of 2 jaar melk geven, zijn ze weg. Nou, en dat is echt heel erg raar. Waarom gaan die koeien maar 2 jaar mee? In de wereld gemiddeld 2,2 productieve levensjaren dat ze melk geven. Elke gemiddelde een gemiddelde koe gaat maar minder dan 2,5 jaar. Ja. En zijn productieve leven is 2,5 jaar. Dat kan verdubbeld worden. Sterker nog, het kan 6 jaar worden. En dat doen de beste 1% boeren in de wereld. Dan leven de koeien gewoon 6 jaar happy, gezond. En dan geven ze 6 jaar ieder jaar een kalfje. En dan worden ze niet ziek. En dan gaan ze gewoon lekker melk geven. Het jaar erop weer een kalfje. En die hebben gewoon 6 kinderen. Ja. Dus het begint met een kalfje. Hè. We hadden het net over afkalven. Wat is afkalven? Afkalven is als de koe een kalfje geeft. Als er een goed kalfje geboren wordt. Nou, dat is de kalfje, dan wordt het op een gegeven moment een puber, zeg maar. Dan is die pink, noemen we hem dan. Pink. En dan uiteindelijk wordt het een vaars. En dat is zeg maar de leeftijd van 1 tot, van 1,5 tot 2 jaar, noemen ze het een vaars. Een, drachtige vaars. Dat wil zeggen dat hij zwanger is, dat er een kalfje in de buik zit. En dan kalft hij af, we hebben hem, dan gaat hij afkalven. En dan begint hij pas melk te geven. Ja. Dus die koe die zat 2 jaar bezig met alleen maar eten en schijten en urineren. Dus die koe is alleen maar aan het vervuilen en alleen maar methaan en ammoniak aan het produceren. En dan gaat hij pas wat nuttigs doen. Nou, dan heeft die boer 1,5 tot 2 jaar nodig om het break-even point te bereiken. Dat hij uiteindelijk weer voldoende verdiend heeft voor die boer, omdat hij dan pas zeg maar bijdrage aan het bedrijf zal staan. Ja. Dus die koe moet al economisch minstens 2,5 jaar meegaan. Maar bij heel veel boeren gaat die gewoon zo lang niet mee. Nee, nee. En waar ligt dat nou aan? Want we hebben natuurlijk eindeloos geanalyseerd. We doen het nu een jaar of... Ja, sinds 2000 zijn we begonnen met koesignalen als methode om de vinger op de zere plek te leggen. En uiteindelijk zien we dus dat, heel simpel, 3 dingen. De koeien moeten allemaal lekker kunnen liggen. In een zacht, ruim bed. En heel veel koeien hebben een muur voor de neus en die kunnen bijna niet opstaan. Mm-hmm. Die koe die is, wat denk je hoe lang een koe is? Hè? Ik vraag het mensen altijd eerst, zodat ik vertel. Wat denk je hoe lang een koe is, van kop tot staart? En hoe lang is hij dan waar die ligt? Want vanaf hier tot hier ligt hij. Nou, een koe is dus, ja, had je geraden, meer dan 2,5 meter, 2,60 meter. En de meeste bedden in de meeste stallen zijn minder dan 2,5 meter, 2,20 meter. Mm-hmm. En er staat een grote muur. En als je weet dat die koe ook nog eens een keer, om op te kunnen staan, een kopswingruimte van 75 centimeter nodig heeft, dan heeft die koe dus eigenlijk 3,5 meter nodig, bijna 3,45 meter heeft hij nodig om op te kunnen staan. En in de hele wereld krijgen de koeien dus maar 2,5 meter of 2,20 meter. Ja. Nou, wat leidt dat toe? Tada, alleen maar ellende, gewonde koeien. En dat is nou zo jammer. En wij zeggen van, als je nou een paar dingen goed doet, dan kunnen die koeien minstens 1 jaar of 2 jaar langer leven. Heeft een enorme impact op de milieu. Ja, maar je hebt gewoon veel minder uitstoot, veel minder jongvee wat je op hoeft te fokken. Minder werk, meer inkomsten voor de boer. En dat is wel essentieel voor het voortbestaan van de sector. Ja. Want een boer verdient eigenlijk te weinig geld met zijn werk. Hè, die kwartboeren die verdient nog wat voor de investering die ze gedaan hebben. Maar die helft die heeft maar net genoeg om te eten. En de helft van alle boeren in de wereld. En dat is eigenlijk jammer, hè? Want de burger hebben een heel verkeerde beeld, denk ik, van veehouders. En ik heb echt een boerenhart. Ik ben geboren in Luxemburg op een koeienbedrijf. En ik zit veel tussen de boeren. En ik zie dat er heel hard gewerkt wordt. En dat er eigenlijk weinig verdiend wordt. En hoe gaan we dat nou oplossen? Want ik zei 1, een beter bed. 2 is voldoende vreedplekken. Dat we allemaal tegelijk als kuddedier kunnen vreten. Een koe is een kuddedier. En koe is een vluchtdier. Dus ze moeten ook stressvrij met die dieren omgaan. Dat ze makkelijk kunnen vluchten en dat ze een extra vluchtroute hebben. Nou, en eigenlijk de derde is de stressvrije afkalflijn. Van, hoe ga je nou die koe rondom het afkalven, rondom die geboorte van het kalf, hoe ga je die nou alles geven wat die nodig heeft? En het maakt niet uit wat het kost, want als je dat goed doet, dan wordt die koe niet meer ziek. En als je kijkt in de wereld, heel veel koeien worden er ziek. 30 tot 50% van de koeien wordt ziek. En meestal in de eerste maand na afkalven. En als je nou daar een stressvrije afkalflijn ontwikkelt, dat is eigenlijk niks anders dan een groot strohok waar de koe zeg maar heel lekker kan liggen en maximaal kan vreten. Dat is het allerbeste. Nou, dat is heel duur om te bouwen, maar voor die maand moet je dat gewoon hebben. Mm-hmm. En dan voor de rest van het leven van die koe moet hij gewoon echt een zacht bed hebben. Liefst een zandbakbed of een diep strooiselbed met gesneden stro en wat kalk erin. Echt een zacht bed. Dus een zacht bed, een goede vreedplek en een goede afkalfplek. Als je dat voor elkaar hebt, dan hoor je bijna automatisch, als je ook nog een beetje andere dingen goed doet, bij die top 1%. Dus ja, dat is eigenlijk de belangrijkste les die wij over de hele wereld geven aan die 99% boeren en adviseurs. Probeer te doen wat de beste doen en probeer jezelf te verbeteren. Ja, ja. We hebben het gehad over stress-free stockmanship. Wat houdt dat precies in? Ja, dat is een heel mooi fenomeen. We hebben heel veel bedrijven bekeken en vergeleken. Op een gegeven moment zagen we dat er vergelijkbare bedrijven met gemiddeld in Nederland 80 koeien inmiddels, met lichtboxenstal zoals we die kennen, dat sommige bedrijven echt 35 liter melk per koe per dag hebben en andere maar 25. Dus enorme verschillen. Terwijl ze ongeveer hetzelfde voeren, terwijl ze ongeveer hetzelfde doen, ongeveer dezelfde stal hebben. Denk, hoe is het toch mogelijk dat er zulke grote verschillen zijn? Ja. En toen kwamen we tot de conclusie dat een van de verschillen is de stress bij de koeien, de angst van de koeien. Als een koe gestrest is een groot deel van zijn tijd, doordat hij opgejaagd wordt of dat hij te lang moet wachten in een melkstal of door verkeerd omgang met dieren, dat een grote impact heeft op zijn vrije tijd en zijn herkauwgedrag. Maar de koe agenda van de koe ziet er heel simpel uit. Hij is 6 uur druk met eten. Dus 10 keer per dag gaat hij een half uur eten ongeveer. 12 keer per dag, een half uurtje eten. Dus, en dan is hij ongeveer 10 uur bezig met herkauwen. Kouwen, 60 keer per brok en iedere keer maar opnieuw. Dus, op de brokken? Nee, op zijn brok gras, zeg maar. Een, gras, ja, ja. Een homp gras. Een herkauwbrok noemen ze dat. Dus dan komt hij omhoog, blok, begint hij te kouwen. Dat doet hij dus 10 uur per dag. Totaal ligt hij ongeveer 14 uur als hij een goede stal krijgt. Dus 14 uur liggen, 6 uur vreten, dat is al 20 uur. Dan heeft hij maximaal 2 uur de tijd om te melken. En 2 uur tijd om te socialiseren en om te kijken wie de baas is. En als ze tochtig zijn, op elkaar springen. Hè. Als koeien gedekt willen worden, dan laten ze dat zien. Dan springen ze op elkaar. Mensen vragen af, hoe komt het nou dat ze seksueel actief zijn van de koeien? Er is geen stier bij, dus ze moeten wat. En dan springen ze op elkaar. Dus dat is een mooi fenomeen. Maar we dwalen af. Het stress-free stokmanship, wat is dat nou? Dat is eigenlijk dat wij boeren leren hoe ze dus zodanig contact met hun vee maken... dat ze dus de rest van hun leven er heel weinig sores mee hebben. Dat ze gewoon die koeien heel makkelijk kunnen drijven. Dat die koe de boer accepteert als de leider. En dat ze precies doen wat hij zegt. En als hij die kant op loopt, dan loopt de koe die kant op. En dat er gewoon geen stress oplevert. Ja. En dat heeft te maken met die vluchtzone die we hier hebben. Hè. Dus die vluchtzone, dat is zeg maar de individuele zone. Als het te dicht bij jou komt, dan wordt het op een gegeven moment niet prettig meer. Hè. In oefeningen doen we dat altijd met menssignalen, people signals. Van, hoe groot is die individuele afstand nou? Ja. Nou bij een koe en bij een schaap is die heel verschillend ook tussen de diersoorten. We hebben thuis een aantal schapen. Toen we die kregen 20 jaar geleden, nou, die vlogen echt over heiningen van 1,5 meter. Want die waren gewoon ontzettend bang. Dat is een nieuw ras. En dan heb je dat heterosis effect, noemen ze dat. Die kruisingseffect, waardoor je bastaard effect, waardoor je heel veel andere eigenschappen krijgt. Nou, grote verschillen bij koeien. Gemiddeld is die vluchtafstand bij een Europese koe 1,5 meter. Gemiddeld. Maar bij een goede boer is het 0. Alle koeien kun je zo aanraken. En die koeien zijn heel makkelijk in de omgang en soms zelfs te makkelijk. Nou, hoe ga je dat nou doen? De goede plek innemen. We waren op een cursus in Texas 2 jaar geleden bij Bert Williams. Echt een ontzettende goeroe die 50 jaar lang vleesvee gedreven heeft door heel Amerika. En die deed het ook met herten en ganzen. En ik ben het zelf nu aan het oefenen met ganzen en met wilde ganzen en met schapen. En ik ben met al die diersoorten aan het oefenen. Van hoe train je nou zo'n groep dieren? Nou, we zijn ook mee bezig met melkkoeien. Het begint met heel rustig omgang met je kalveren. Dus dat je kalveren zeg maar jou accepteren, dat je die ook aan kunt raken. Dat je dan vanaf vroeg stadium iedere week bij die kalveren gewoon even in het hok gaat. En ze even alle hoeken laat zien, letterlijk. Je drijft ze even in de hoek en dan neem je weer voldoende afstand. Dus wat je doet is, je komt in die drukzone, dan beginnen ze te lopen en dan ga je weer een stapje terug, dat die afstand weer wat groter wordt, waardoor dat dier beloond wordt. Dat hij denkt, oké, de druk is weer weg. Dus je moet hem iedere keer beloning geven, zoals je een hond ook traint. Dus het is heel simpel, je kunt koeien trainen zoals honden. En dat moet je dus eigenlijk aanleren van jongs af aan. En als je dat goed doet, dan hoef je eigenlijk, ja, dan kun je heel makkelijk koeien verplaatsen. En hoef je niet 2 keer per dag een rodeo uit te voeren om die koeien in de melkstal te krijgen. Ja. En daar gaat het vaak mis dat personeel op die bedrijven onvoldoende kennis hebben van koeien. In Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, waar heel veel los personeel werkt. Dan zie je dat die koeien dus een afstand van 5 meter hebben. Dus er zijn net herten bijna. Dus dat heeft te maken met een stukje, iedere dag hetzelfde, met mensen die weten wat ze doen eigenlijk. Ja. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Ja. Stress-free stokmanship, stress-free calving line, hè, dat zijn die afkalflijn, dat kraamhotel voor koeien. Dat zijn hele belangrijke factoren gebleken. Ja. Dat onderscheidt de topmanager van de gemiddelde manager. En waar wil jij staan? Hè? Hoe goed wil je zijn? Wil je gemiddeld zijn of wil je beter zijn? Nou, ik denk, als je koeienboer bent, dan moet je bij die top 25 komen. En anders verdien je gewoon niks. Dan ben je alleen maar aan het nette kost aan het verdienen. En dat is gewoon lullig voor jou en voor die koeien en voor iedereen. Dus we proberen mensen een stapje hoger te tillen. Ja. Ja. Koe de Wei, die leuke Campina-reclame, daar moet de koe de wei in, maar ze staan maar heel weinig in de wei. En waarom staan ze weinig in de wei? Ja, dat is een hele goeie. Ik heb hier een studieclub samen met Rabak, hebben een leuk project hier, dat we net gedraaid hebben, met studieclubs van 2x12 veehouders uit de regio, Rijk van Nijmegen en Wijchen, Bergharen en Maas en Waal. En daar zien we dus dat maar de helft van de boeren de koeien in de wei heeft. Terwijl landelijk 3/4 van de koeien nog steeds in de wei komen. Maar, waar ligt dat aan? 3/4 komt nog steeds in de wei, maar dat is maar een paar uur per dag. Laatst een boer, een mooie anekdote, die zei van... Een burger kwam klagen van, ja, waarom lopen die koeien van jou nooit in de wei? Ik kwam hem tegen in het dorp. En toen zei hij, ja, maar die lopen al 2 maanden iedere dag in de wei. Maar die man kwam altijd pas om 6 uur 's avonds thuis als hij aan het melken was. Dus waren die koeien uit de wei. Dus die hadden nog geen koeien in de wei gezien, maar die waren gewoon 2 maanden buiten. Ja. Dus ze lopen wel buiten, maar ze zijn meestal maar 3 uur per dag buiten, of 5 uur of 8 uur. Maar uiteindelijk, ook de hele reclame van de melk, van de zuivel, weidemelk, is hartstikke mooi, maar dat is dus maar 6 uur per dag gedurende 120 dagen. 4 maanden, 6 uur per dag. Nou, dat is al beter dan niks, want de koe zegt hartstikke dankjewel als hij lekker in de wei kan lopen. Daar kan hij altijd wel heel lekker liggen en lekker vrij vreten zonder ruzie te maken. Dus ja, een weiland is nog steeds heel goed, maar een groot deel van de tijd kan het helemaal niet. Want het is slecht weer, of het regent, of er groeit geen gras. En in de winter is het gewoon te koud en dan groeit er geen gras. Dat snappen heel veel consumenten niet echt, daar denken ze niet over na. Maar koe kan maar dus alleen in de wei lopen als er genoeg gras staat, anders heeft het geen zin. Ja. Dan kun je een uitloop geven, maar dan wordt het heel snel modderig. En dat is dus het euvel hier in het land van Maas en Waal. We hebben daar vette rivierklei. En ja, als je daar de koeien naar buiten hebt, dan wordt het heel snel een modderpoel. Die draagkracht van die grond is niet goed genoeg door de hoge neerslag. Ja. En de combinatie met vette klei. Dus wat op de Veluwe en in het oosten van het land wel wat makkelijker kan, kan hier eigenlijk niet. Je hebt echt maar een korte periode waar die koeien lekker naar buiten kunnen. En dat is enorm lastig ook en heel moeilijk voor de boer te managen. Want de ene dag wel, de andere dag niet. Dan is het voor de voeding ook wisseling in de voeding. Dus wij zeggen, nou, het is eigenlijk heel simpel. Een goede stal is een must en een weidegang is een optie. Die we graag aan de boer over willen laten. Maar wij zijn echt een enorme voorstander van weidegang. Ook al heb je alleen maar uitloop, die koe zegt echt dankjewel. Al zou die maar 2 weken per jaar in de wei komen, wat sommige mensen doen. Die hebben gewoon een uitloop voor de droge koeien. Dus dat wil zeggen die geen melk geven. Die 2 maanden voordat ze een kalfje krijgen staan ze droog. De droge koe noemen we dat. En die geven we vaak ook een uitloop en dan kan hij lekker bewegen. En dan zie je dat die zwangerschapsgymnastiek, dat die dus ook grote voordelen heeft. Die beweging van die koe zorgt dat hij makkelijker afkalft en dat hij vlotter afkalft, dat hij gezonder blijft en dat hij ook beter gaat eten daarna. Dus dat heeft een heel groot voordeel aan. Ja, ja. We hebben een conclusie getrokken. De consument bepaalt de leefomstandigheid van de dieren die wij opfokken om te eten. Ja, ik denk het wel, want we hebben die megastal-discussie ook gevoerd, hè? Dat vroeg je me nog na. Ja. Ik denk een megastal, ja, ik geloof in een familiebedrijf met 60, 120, 200, 240 koeien, afhankelijk van hoe de familie eruit ziet. Maar met 2 mensen kun je tegenwoordig in een modern bedrijf, 240 koeien kun je met 2 mensen managen, met 4 melkrobots. En dat is ontzettend interessant, 20% van de koeien wordt al met robots gemolken, melkrobots. Dat zorgt dat de eenvoudige routinearbeid door de machine gedaan wordt en dat de boer mooi goed in de gaten kan houden en rond kan kijken. En die kan dus de koeien behandelen die behandeling nodig hebben, zorg geven aan de koeien die zorg nodig hebben. Een familiebedrijf, nu is het 80 koeien, 100, 120 koeien met 2 robots voor 1 man is een heel mooie maat, zeg maar, wat kan. Dat kan ook met een melkstal, maar dan heb je wat meer uren te besteden. Maar uiteindelijk zien wij dat een familiebedrijf eigenlijk een hele mooie basis is voor maximale zorg en dierwelzijn. Alhoewel bij grotere bedrijven tot 500 of 1000 koeien zie je vaak dat er betere protocols zijn, betere werkzaamheden en ook beter geïnvesteerd wordt in de juiste dingen. Dus uiteindelijk, grote bedrijven die moeten wel heel goed hun best doen om het hoofd boven water te houden. Dus die zijn vaak toch wel ietsje beter qua managementniveau. Die hebben wat meer verschillende mensen, er wordt meer overlegd wat ze doen, die proberen toch die goede dingen te doen. Terwijl een kwart van de kleine bedrijven gewoon niet goed genoeg zijn. Daar hebben gewoon de koeien, dat is niet goed, die gaan niet lang genoeg mee, die zijn gewond, die zijn kreupel, daar gaat het niet goed. Dus uiteindelijk, wat is de oplossing? De oplossing is dat de consument uiteindelijk net zoveel gaat betalen voor de melk als voor zo'n onbenodigd flesje water. En voor een glas cola bijvoorbeeld. En dat is nog steeds heel raar, dat er meer betaald wordt voor cola en voor water dan voor melk. Terwijl die koe moet eerst 1 liter water opdrinken en dan moet hij ook nog eens een keer heel veel zorg krijgen en zijn best doen en heel veel gras eten. Ik zeg mijn kinderen altijd als ze aan tafel zitten melk te knoeien, ik zeg pas op, niet knoeien, want daar heeft die koe hard voor moeten werken en die boer ook. Dat ze bewust zijn dat het melk een waardevol product is. Ja. En dat is wel een hele mooie nieuwe reclame, of je op internet gezien hebt misschien, een tip. Kijk maar eens op de reclame van Friesland Campina, een hele mooie nieuwe reclame van melk is bijzonder. En dat is inderdaad zo. En dat zou dus de oplossing zijn dat de consument meer gaat betalen voor de melk. He, moet er een vleestaks komen, moet er een melktax komen, er is over gepraat. Maar vrijwillig gaan ze dat niet doen. Dat duurt te lang. Ik ken de consument heel goed. De burgers willen van alles, maar de consument koopt het goedkoopste product. Dat is al 20 jaar zo. Ja. Terwijl ze wel graag willen dat die koe in de wei komt. Nou, hoe ga je dat doen? Koop biologische melk of weidemelk. Nou, dat is nu al sectormatig geregeld, dus nu ligt die er automatisch. Maar uiteindelijk wordt er nog steeds te weinig betaald voor de melk. En die boeren kunnen eigenlijk niet genoeg de kost verdienen. Dus een paar centen meer voor de melk en dan kunnen alle koeien in Nederland een zacht bed krijgen. En dat is nog steeds niet voor elkaar. En niemand durft dat verplicht te stellen, dat wij 2/3 exporteren. En we willen niet de boeren nog meer op kosten jagen. Dus hoe gaan we dat nou organiseren met z'n allen? Dat is een belangrijke vraagstuk voor de toekomst. Wil de consument een duurzamere samenleving, dan hoort daar ook een betere melkprijs bij. En net even iets minder kleding en meubels en andere dingen kopen, maar iets meer aan je voedsel besteden. En lokaal je voedsel kopen, daar zou ik ook voor willen pleiten. Ja. Slow food, probeer het nou zoveel mogelijk bij de lokale veehouders en bij de lokale fruitboeren te kopen. En dan heb je dus al meteen een stukje geholpen om wat meer rendement voor de veehouder en een gezonder product, dicht bij huis, minder airmiles erop. Minder airmiles. Joep, je vertelt zo interessant dat ik nog wel uren zou willen doorpraten, maar we moeten stoppen met het programma. De tijd is op. Dankjewel voor je komst naar Café Anneke en succes met fluisteren. Ja, en een laatste advies. Kijk naar koeien, blijf kijken naar koeien, want een koe vertelt altijd de waarheid. Dus kijk naar koeien in de wei als je ze ziet of ga eens een keer bij een boer kijken. Praat eens met die boer, want het zijn hartstikke mooie mensen en hartstikke mooie dieren. En ik hoop dat jullie er flink van blijven genieten van een lekker glaasje melk en een lekker stukje kaas. Dan doe ik het ook. Gaan we doen. Dankjewel. Tot ziens.